we vinden het belangrijk. We zijn met Tel mee Metaal bezig. Vorige week hadden we hier een koffieochtend met heel veel ouders over het belang van voorlezen. En dat was natuurlijk al slim gepland. Vandaag de aftrap van de Nationale Voorleesdagen. We hebben overal in de school gasten die voorlezen. En het belang aan voorlezen voor jonge kinderen willen we graag uitdragen en hip en leuk maken. Blied kreeg de draak, ja. Een vlam. Vuur. De draak wies naar zijn moeder. Ik mag wel graag vallen. Als ik er zelf in ben, maar ik mag wel eens oppassen. En op omkezeesters of vrienden die haar wel ben. En dan lees ik altijd een verhaaltje voor. En Veskesong. En dan ga je vallen lezen. En mijn dijken hebben me steken. Ik vind voorlezen heel belangrijk omdat kinderen gewoon heel veel taal meekrijgen. De woordenschat wordt enorm verhoogd. Je krijgt veel meer plezier in het lezen zelf ook. En ja, doordat je veel meer leest, word je overal gewoon beter in. En het is gewoon superleuk. Ik ben Willem Wouda, ik ben bestuurder van Robol. Robol is het openbaar onderwijs in Noord-Eerste Friesland en Achtkaspel. Waarom we gestart zijn met dit project? Omdat wij uiteindelijk erachter kwamen dat dus meer dan 15% van onze ouders laaggeletterd zijn. Kijk, en als je laaggeletterde ouders hebt, dat heeft natuurlijk ook effect op uiteindelijk hoe de kinderen worden opgevoed en hoe een belangrijke rol taal speelt in de opvoeding van de kinderen. De belangrijke aanleiding voor dit project is dat we ooit op een school binnen Robol een onderzoekje hebben gedaan naar het voorlezen van ouders in de onderbouwgroepen, dus in de groepen 1 en 2. Toen kwamen wij erachter dat nog geen 40% van de ouders de kinderen ook daadwerkelijk voorlazen in de eerste 4 jaar van hun leven. Van die 40% die dan wel de kinderen voorlas, dat de helft ervan niet sprak over moeilijke woorden die voorkwamen in die teksten. U snapt wel dat deze kinderen natuurlijk met een flinke achterstand al de basisschool binnenkomen. Dus alle reden om daar wel met die ouders aan te gaan werken. Daarnaast willen wij ook de school als een vindplaats gebruiken voor laaggeletterde ouders. Deze ouders komen vaak niet gemakkelijk in die bibliotheek. Nou, wat willen wij doen? Wij willen eigenlijk deze ouders samen met hun kinderen kennis laten maken met wat er allemaal in die bibliotheek te halen valt. Ik ben Doetie de Jager. Ik ben leidinggevende educatie bij Bibliotheken Noord-Friesland. Vanaf augustus 2018 zijn we intensief met Robol samen gaan werken. Ik ben Christine van der Meulen, ik ben leesconsulent bij Bibliotheken Noord-Friesland. Wat ik doe op scholen is vooral het bevorderen en van het leesplezier. En ik probeer het goede boek bij het juiste kind te vinden. We werken een schooljaar aan Tel mee Metaal en daarin willen we graag bereiken dat ouders zich verbonden voelen met het onderwijs, met het school. Mijn rol in het Tel mee Metaal project is contact leggen met de school. Bijvoorbeeld het klassikaal lenen, ouders meenemen naar de bibliotheek. En ouders beseffen vaak niet hoe cruciaal hun rol is. Ze hebben echt een voorbeeldrol. Wanneer ze lekker aan het browsen zijn hier, lekker aan het sneupen, snuffelen en ontdekken wat voor leuke boeken er zijn. Nou, dan hoop je dat dat ook een beetje overslaat op ouders. We willen heel graag bevorderen dat de leerkracht ook enthousiast is over lezen, over boeken. En het gesprek ook aangaat met de ouders. In januari zijn de Nationale Voorleesdagen. Dan komen hier allerlei groepen op bezoek. En ouders willen we daar graag bij hebben. Die willen we daarbij hebben. Want het is juist dan leuk om te zien hoe je kunt voorlezen. Wat kun je nou eigenlijk met een boek doen? Daarnaast ook laten zien aan leerkrachten van wat je allemaal met boeken kunt doen. Hoe kun je dat promoten in de klas? We hebben bij dit project nog een derde partner en dat is Humanitas. En Humanitas die kan thuis komen bij ouders thuis en ondersteunen bij het voorlezen. En dat is heel erg fijn, want sommige ouders die hebben moeite met het voorlezen aan hun kinderen of hebben er niet de tijd voor of weten niet precies hoe het moet. Het Digitaal Huis is een samenwerking met het ROC Friesland College. Daar zijn taalcoördinatoren aanwezig in de bibliotheek. Mocht je nu als ouder naar het Digitaal Huis toe willen komen om iets te leren, dan heb je een intake met die taalcoördinator. Die bekijkt met jou van wat het beste is wat je kunt leren en op welke manier. En dan gaan jullie samen een traject aan in de bibliotheek om dat te gaan leren. We hebben een bijeenkomst gehad met Tineke, een taalambassadeur. Die werkt samen dan met de bibliotheek. En die vertelde gewoon uit haar dagelijkse praktijk wat ze tegenkomt. Een laaggeletterdheid is niet een diagnose, is niet iets wat je kan meten of wat je kan zeggen van nou die persoon
ik kwam wel buiten, maar ook niet met kinderspeulen of wat het maar is. Want dat hoorde niet bij mij. De wereld wordt groot. Vroeger was hij heel klein. En Tineke heeft geen kinderen. Ik denk dat kinderen ook je wereld groter kunnen maken. Maar je moet niet onderschatten hoe bedreigend het is. Dat ben ik nu aan het communiceren met jullie. En daar leg ik even heel veel de nadruk op. Kun je later? Dat denk ik. Spreken we dezelfde taal. Dus wat je dan met ouders wilt delen, snap je elkaar? Want je wilt hetzelfde. Je wilt dat het kind zich het allerbest ontwikkelt. Ja, dan moet ik gaan vragen, bent u laagtaalvader? Nee, dat hoeft niet. Nee. We hebben een nieuwsbrief. We zetten berichtjes op social schools. Lukt het allemaal om dat te vinden? Komt die informatie goed over? Moeten we iets veranderen? Heb je tips voor ons? Lukt het om dat te lezen? Kunnen we iets voor je doen? Nou, wat ik ook zo mooi vind aan dit project is gewoon dat je hebt Robol. Maar als je naar de thuissituatie kijkt, er zijn zoveel partijen bij betrokken. Hè? Dus de bibliotheek doet mee in dit project. Humanitas is erbij betrokken. We hebben de ouders. We hebben de kinderen. Gemeente. Nou, we hebben de gemeente. Ja. Nou, en dat is zo leuk dat die samenwerken in dit project. En dat de bibliotheek ook steeds meer in de school komt. En Humanitas komt in de thuissituatie. En als die mensen allemaal, die partijen met elkaar gaan samenwerken, nou, dan heb je gewoon een geweldige situatie, denk ik. En dat wil dit project.